Oh ja, dat is misschien lekkerder zo. With the crossed legs or... De eigenschappen van een interieurstylist zijn luisteren. Luisteren. Goed luisteren naar de klant. Horen. Open, spontaan en vriendelijk. Out of the box durven gaan. En mee bewegen. Kleur op de muur. Geen discussie. Ik hou van een rustige basis, dus wel een lichte tint op de muur. En met accessoires zou ik het verschil willen maken. Ik zou zelf kleur en accessoires kiezen, omdat dat kun je sneller wisselen, ook met de seizoenen mee. Al ben ik wel helemaal fan van een behangetje op de muur. Boe. Het zie je in het midden. Allebei. Mijn huis opnieuw inrichten. Ja. Alhoewel, wel moeilijk hoor. Mijn huis opnieuw inrichten. Zeker, zonder twijfel. Oei. Shopaholic. Mijn huis opnieuw inrichten. Ja, daar kun je veel langer plezier van hebben. En shoppen is eventjes en dan moet er in de was. En dan heb je misschien wel meer gedoe. Zeker op de bank liggen. 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 No doubt. Kleurlijk. Did I say it good? Kleurrijk. Cut it. Kleurrijk. Scandinavisch. Een beetje retten. Strak, modern, warm. Rust, warmte. En niet wat iedereen heeft, dus er mag wel iets gekkigs in zitten. Jawel. Niet samen te vatten. 4, doe ook gewoon 4.